Een veerboot met een opvallend scherp gesneden romp stond op de helling van de scheepswerf de Merwede in Hardingsveld gereed voor zijn tewaterlating die bijzondere veiligheidsvoorzieningen vereiste. Zo was het schip aan de zijkanten geschoord om omslaan te voorkomen. Aan de achterzijde waren speciale tanks aangebracht die voor meer waterverplaatsing moesten zorgen. De aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin paste bij de naam van het schip. Ik noem u Koningin Wilhelmina. Op daken en tribunes zagen duizenden hoe deskundig de koningin haar taak voltooide. De veerboot Koningin Wilhelmina gleed vlot van de helling. Door de opwaartse druk van de tanks die het gevaar ondervingen dat het achterschip zich te diep in het water zou boren, verliep de stapelloop voorspoedig. Het volstromen van de tanks dat in enkele seconden gebeurde, bracht het 120 meter lange schip vervolgens snel in zijn normale stand. Het was een geslaagde tewaterlating van een nieuwe Harwich-boot die plaats zou bieden aan 1600 passagiers.